wat gaan we nu doen? We gaan zoeken naar een leuk cafeetje voor de cappuccino na het eten. 70 euro voor de 2 salades genoeg. Hallo, er zit ook 2 wijn bij. Ja, en er zaten wel 2 wijn bij, à 10 euro per glas. Nou, dat was meer een kwart glas vol. Nou, dat was niet eens een glas. De ambiance was erg leuk, onbetaalbaar altijd. Dus we zoeken nu een café voor de cappuccino. Oui. Très bien. Exclusief de Chanel Cave. Hij woont in de etalage. Hij woont op de etalage. Oh, oh, fijn. Ook te koop bij Chanel. Nou, tja. Deze outfit is niet zo leuk. De broek en zo. Bloesgaand broek vind ik raar. Ik hoef hem niet. Jas is leuk. Sla over. Maar ik doe nooit mijn ketting op mijn jas. Nieuwe trend. Geen sjaal, we dragen een ketting. We doen de ketting op jas. Dit is van dezelfde stof van de andere outfit. Een rok met een trui. En dat vinden we ook lelijk. Ja, ik vind het niet zo leuk. Dit is ook niet zo mooi in je jas. Als die bij de CNA hangt, denk je, ik laat hem hangen. Ja, dat is altijd. Dat is waar. Oh, de tas heeft kittens erop. Voor de Crazy Cat Ladies. Een Chanel tas. Ja, maar toch is het toch een lelijke tas. Ja, is ook een lelijke tas. Dit tasje vind ik wel leuk. Dat is voor als je je fles alcohol meeneemt. En de borst vind ik leuk. Die vind ik lelijk. We gaan even naar de volgende etenaartje. Zij heeft het wel koud, want zij draagt wel de sjaal. Aan de buitenkant. Die vind ik wel leuk. Dat vind ik een leuke outfit. Die schoenen. Nee, die niet zo. Nee, niet zo. Maar de outfit vind ik leuk. Als je je sokken aan hebt, zie je het. En als het regent, ja, dan heb je natte voeten. Heb je natte voeten. Nou, dit is ook echt... Nee, dit is heel... Dit is een beetje Mrs. Bouquet. En ik vind het echt een Mrs. Bouquet. Oh, dit is een Crazy Cat Lady. Ja, ja, kijk, al de stof. De Crazy Cat Lady zit op... Oh, we zitten in het lesje. Op de stof. Op de stof. Nou, nee, vind ik geen leuke outfit. Ik weet niet, sorry. Oh, en de nieuwe trend. Je draagt de broche op de mouw die je omgeknoopt hebt van je trui. Ja. Truiknoopje om. Ja. Nou, en dit is Chanel Goes Army met Melkorf of zo. Melkorf voor je telefoon. Ah. Ja, wat? Oh. Hoezo is dat nou? Ja, because we're knocking Chanel. Maar, ja, in ieder geval... maar als het lelijk is, is het lelijk en dat mag ook gezegd nou, worden. Maar ik ook vind al het wel is mooi het Chanel. Jasje. Nee? Ik vind het wel mooi jasje. We zijn wel niet dat we het leuk vinden omdat het Chanel. Nee, maar verpakt vind ik wel mooi. Ik vind het zakje niet leuk. En de klos om de nek vind ik ook niet zo handig. Zo daar. Ja. Zover. Chanel. Van Chanel. Oké. Ook heerlijke frambozen taartjes bij. Ook hier Le Notre. Zij schrijft erbij. Brudantie. Dus het is natuurlijk. Theetijd. It's tea time. Lekker? Ja. Dit is de artisan chocolatier en die maakt allemaal hele bijzondere chocola. Dan kijk, de camembert lijkt ook echt op camembert. De vieze chèvre kaasjes, of lekkere chèvre kaasjes als je ze allemaal lekker vindt. Vind ik niet zo lekker. Ravioli. Ja, hier ravioli. Ja, en zo is het er ook. En hier hebben we lipstick. En een creditcard, eitjes, flesjes kolen, alles maakt hij voor chocola.
Echt zo lekker. Zo leuk winkeltje. Het enige cadeautjes. In Ruhos. In de kamer. Het is de laatste dag in Cannes en we gaan vanavond naar het vliegveld. Dan gaan we vanmiddag. Nou ja, we gaan vanmiddag, maar we vliegen vanavond. Want je moet natuurlijk bij tijd zijn. Maar we hebben in ieder geval, even draaien, ons laatste petit déjeunertje. Het is vrij druk, want het is natuurlijk zaterdag, dus de Fransen zelf zitten ook allemaal lekker met hun taartje. En kijk, hier is weer de markt, de Fourmarché, die is al heel populair en heel druk. In feite zouden ze zoiets met de markt al moeten doen, want het is echt druk in deze markt al. Dus dat is eigenlijk in Rotterdam ook gezien. Het is heel gezellig, alleen ik hoor nu niet het accordeonmannetje, die zit aan het eind. Nee, ja. Die zit altijd zo gezellig te spelen. Maar ja, dat hoor je hier. Nee, is niet te horen hier. Dus we gaan... Is het stom weer? Ja, het is, kijk, het is een beetje grijs bewolkt, maar wel benauwd, want ik heb het warm. Ja, het is niet benauwd. Ja, het is benauwd, ik heb het warm. Nee, het is niet benauwd. Het is ik heb een verplichte jasje aan, maar ik vind het warm. Dus we gaan manger notre petit déjeuner. Ja, of is het no petit déjeuner? Meervoud. Is het ma petit déjeuner? Ja, nee. Dat wel. Het is vandaag best wel een beetje een gouden dag, precies op onze laatste dag. Terwijl het heel de week heel warm was. Hoewel, ik heb het nou ook warm. Kijk, hier zie je dat het... De botenshow was geweest. Er is nu bij die tentjes bij de Palais de Festival een ander evenement. Daar zie je Suket, die hele oude wijk. Als je om de bergen daarheen vaart, daarachter ligt Saint-Tropez. Was veel meer tegen, was 2 uur varen vorige keer, dat weet ik nog wel. Ja, hier lag gisteren een cruiseboot, die is weg. En daar liggen nog wel een paar andere grote jachten. Mensen lopen wel lekker te wandelen met de hond en zo. Heel veel hondjes van me op hier. En die tippen allemaal keurig mee. Zitten niet op de straat iets te doen. Doen mensen niet. Hier is het museum, daar kwam ik gisteren pas achter, was de tentoonstelling van Dali. Nou, carry on. En dat wist ik te laat, dan zou ik er wel naartoe willen gaan. Rox het even uitrusten, want het rugzakje is een beetje te zwaar, want ze heeft daar servies goed in zitten om mee te nemen in het vliegtuig. Dus ik denk, nou, we gaan even lekker wandelen. Het waait niet, het is volgens mij gewoon 24 graden en grijs. Dus. Nou. Le dernier jour de Cannes. Gaat u heen, mevrouw? Ik wil naar huis. Oh, ik ben van het programma, waar gaat u naartoe? Ik vertrek. Oh, ik vertrek, ja. Well, hello, goodbye. Nou, it's hello, goodbye from here. En ik vertrek. Ja, ja. Ik vertrek naar huis. En we gaan naar Amsterdam. Nou, ik ga eigenlijk naar Rotterdam, maar dan gaan we niet. Nee, dat gaat het niet worden, dus we gaan dan maar even wachten. We zijn een beetje vroeg, maar jij, voor hetzelfde geld zijn 1 uur in de rij bij de douane. Kom goed. We gaan even kijken of ik hier een leuke tijdschrift kan vinden dan voor de douane. Er waren 4 Engelse tijdschriften. En ik wou nog wel de nieuwe Vogue kopen, nou ja. En die lag er niet bij. Dus ga ik nu maar even kijken of ik hem kan vinden.